Hey, welkom bij een nieuwe video. Door de geschiedenis heen hebben duizenden inheemse stammen over de hele wereld geleefd, elk met hun unieke culturen, talen en tradities. Deze stammen leefden in harmonie met hun omgeving en hadden hun eigen sociale structuren van de vlaktes van Noord-Amerika tot de regenwouden van de Amazone. Veel van deze gemeenschappen zijn echter verdwenen door ziektes, conflicten en assimilatie tijdens de kolonisatie. In deze video laten we je 20 mysterieuze stammen zien die spoorloos zijn verdwenen. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Voor Columbus werden de Caribische eilanden bewoond door inheemse Amerikaanse volkeren, vooral bekend als de Lucayans. Hun bestaan was echter tragisch van korte duur na hun ontmoeting met Europeanen. De Lucayans waren verwant aan de Taino-samenlevingen in een groot Antillen, waaronder Puerto Rico, Haiti, de Dominicaanse Republiek, Cuba en Jamaica. Ze vertrokken rond het jaar 600 om zich te vestigen in de Turks en Caïco-eilanden en de Bahama's, bekend als de Lucayaanse eilanden. Hun huizen, gebouwd van hout en riet, waren meestal langwerpig of kegelvormig en gegroepeerd langs de kustgebieden achter de duinen. Opmerkelijk is dat de Lucayans worden gecrediteerd met de uitvinding van de hangmat. Tegen 1942 hadden ze gemeenschappen gesticht over de grotere Lucayaanse eilanden. Maar hun lot nam echter een grimmige wending door de Spaanse exploitatie. De Spaanse autoriteiten dwongen naburige eilandbewoners te verhuizen naar Hispaniola, gelokt door werk in mijnen en parelbanken bij Cubagua. Geschat wordt dat rond de 1492 tussen de 20.000 en 40.000 Lucayans de eilanden bewoonden, maar hun bevolking nam al snel af door ziekten die werden geïntroduceerd door Europese ontdekkingsreizigers. Na hun eerste contact gingen de Spanjaarden over tot ontvoering en slavernij van de Lucayans, wat tegen 1520 resulteerde in een volledige uitroeiing uit de Bahama's. Nummer 19. Tussen 1500 en 1700 verwees de term Yumanos naar drie verschillende groepen in het zuidwesten en de zuidelijke vlaktes. Dit omvatte de Tompiro-sprekende Pueblo-Indianen en Salinas, een rondtrekkende handelsgroep langs de Rio Grande en Rio Conchos en de Cadoan-sprekende Wichitas langs de Arkansas en de Rode Rivierbekkens. Hoewel ze rondzwieren door noordelijk Mexico, Nieuw Mexico en Texas, was hun belangrijkste gebied Centraal Texas van de benedenloop van de Pecos rivier tot Colorado. De Yumanos stonden bekend om de jacht op bisons en handel als tussenpersonen tussen Spaanse kolonies en verschillende inheemse stammen. Echter, tegen het einde van de 17e eeuw leidde de dominantie van de Apache in de benedenvallei van de Rio Grande tot aan de bovenloop van de Brazos en Colorado rivieren tot de ineenstorting van de Yumano-samenleving. Hun territoriale basis verdween, handelsroutes werden verstoord en ze hielden op te bestaan als een onderscheidend volk. In de westelijke regio's werden sommige Yumano-achtige individuen van verslagen groepen opgenomen in Apache-bendes. Nummer 18. De Nicoleño, een Uto-Azteekse bevolking, bewoonde San Nicolas Island in Californië. Hun bevolking werd gedecimeerd in 1811 door een bloedbad uitgevoerd door zeeotterjagers. Juana Maria, het laatst overgebleven lid, stierf in 1853. Archeologische vondsten suggereren dat San Nicolas Island, net als de naburige Channel Islands, al meer dan 10.000 jaar bewoond is. In 1835, 21 jaar na de verwoestende ontmoeting met Kodiak-otterjagers, arriveerde een Spaans schip genaamd de Peor Ensenada op het eiland. San Nicolas Island is het meest ruige en afgelegen van de Channel Islands en behield een paar bewoners omdat de meeste stammen zich naar het vasteland hadden verplaatst. Eén vrouw bleef op het eiland achter en leefde daar jarenlang zelfstandig. Er zijn mogelijk rapporten dat ze weigerde met het schip te vertrekken, vermoedelijk sprong ze overboord en zwom ze terug naar huis. Ze stond ook bekend als de wilde vrouw en de laatste van haar ras en overleefde alleen op San Nicolas Island, levend van zeehonden, eenden en walvispotten voor onderdak. Na 18 jaar eenzaamheid stemde ze erin mee om terug te gaan met een Spaans schip. Met de dood van Juana Maria werd de Nicoleno-taal ook compleet uitgestorven. Slechts vier woorden en twee liederen die aan haar worden toegeschreven blijven over, opgetekend door mensen die de taal niet spraken omdat niemand tijdens haar leven met haar kon communiceren. Nummer 17. Ishi, het laatste bekende lid van de inheems-Amerikaanse Yahi-mensen uit Californië, onderging een tragische geschiedenis gevormd door de genocide van de 19e eeuw in de staat.
Voor de Californische Gold Rush van 1848 bloeide de Yahi-bevolking op tot ongeveer 400. Maar toen Ishii slechts 4 jaar oud was, viel zijn familie ten prooi aan het bloedbad van Tinols, waarbij 40 stamleden omkwamen. Daarop volgend geweld en introductie van besmettelijke ziekten verwoestte de Yahi, waarbij de noordelijke Yana-stam met uitsterving werd bedreigd en de Yahi-bevolking kelderde. Gedurende 44 jaar leefde Ishii met een paar overlevende familieleden in de verborgene. Tegen de zomer van 1911 waren alle andere leden van de Yahi-stam, inclusief Ishii's familie, gestorven. Op 29 augustus van het jaar werd Ishii bij Orofil door honden ingesloten. Wetende hoe belangrijk zijn ontdekking was, namen stadsfunctionarissen contact op met het Heersmuseum om hulp te bieden. Beschreven als de laatste wilde Indiaan in de Verenigde Staten, bracht Ishii het grootste deel van zijn leven geïsoleerd door van de moderne Noord-Amerikaanse cultuur. Hij was ook beroemd als de laatste bekende inheemse maker van stenen pijlpunten. Nummer 16. De Selknam, ook wel bekend als het Ona-volk, waren een inheemse groep die het Patagonische gebied van zuidelijk Argentinië en Chili bewoonde, inclusief de eilanden Tierra del Fuego. Ze waren jagers en verzamelaars en vertrouwden op hulpbronnen zoals guanaco's, kleine dieren, schelpdieren, aalscholvers en bessen voor hun levensonderhoud. De Selknam hadden hun eigen culturele praktijken, waaronder mannelijke initiatierituelen genaamd Kjelketen. Ze waren een van de laatste inheemse groepen in Zuid-Amerika die werden ontmoet door Europese kolonisten in de late 19e eeuw. In het midden van de 19e eeuw waren er ongeveer 4000 Selknam-individuen. Tegen 1919 was het aantal afgenomen tot 279 en tegen 1930 waren er nog iets meer dan 100 Selknam-individuen over. De laatste volbloed Selknam, Negella Loy, stierf in mei 1974. De Selknam stonden voor verschillende uitdagingen die hebben bijgedragen aan hun uitsterven. Deze uitdagingen omvatten de verspreiding van ziekten door Europese kolonisten, bloedbaden en een campagne van uitroeiing. Een andere factor was de gedwongen adoptie en assimilatie van Selknam-kinderen in Europese families, wat leidde tot het verlies van hun Selknam-identiteit. De Selknam-taal, die wordt beschouwd als onderdeel van de Chonan-familie, wordt als uitgestorven beschouwd en de laatste sprekers van de Ona-taal stierven in de jaren 1980. Nummer 15. De Guanches waren de historische inheemse bewoners van de Canarische eilanden, gelegen in de Atlantische Oceaan, ongeveer 100 kilometer ten westen van de Noord-Afrikaanse kust. Ze spraken de Guanche-taal, die naar verluid verwant was aan de Berber-talen van Noord-Afrika en stierf uit in de 17e eeuw nadat de eilanden waren gekoloniseerd. De oorsprong van de Guanches is al lange tijd een mysterie geweest voor onderzoekers. Een genetische studie, uitgevoerd in 2017, leverde echter bewijs dat de Guanches verbonden waren met de Berbers van Noord-Afrika. De Guanches leefden in grotten en beoefenden basislandbouw en voedselverzameling. Ze hadden ook kennis van pottenbakken, balsemen, mummificatie en de mummies werden in de grotten achtergelaten. De Guanches werden echter met uitsterven bedreigd na de Spaanse verovering van de Canarische eilanden in de 15e eeuw. Deze verovering leidde tot de assimilatie van de Guanche-etnische groep in de dominante Spaanse cultuur. De Guanches lieten een cultureel erfgoed achter, waaronder plaatsnamen en een fluitende taal genaamd Selbo Gomero, die werd gebruikt voor communicatie over lange afstanden op de eilanden. Nummer 14. De Garamanten waren een oude beschaving die het Vestzangebied in het zuidwesten van Libië bewoonde binnen de Sahara-woestijn. Ze stonden bekend om hun geavanceerde landbouwpraktijken, handelsnetwerken en technische hoogstandjes. De Garamanten waren voornamelijk boeren en handelaren en bloeiden ongeveer 3000 jaar geleden en beheersten de Trans-Sahara handelsroutes. Hun controle over de karavaanhandel was een belangrijke inkomstenbron omdat ze producten vanuit het Afrikaanse binnenland naar Romeinse steden langs de Middellandse zeekust vervoerden. Een van de opmerkelijke prestaties van de Garamanten was hun vermogen om fossiel water uit ondergrondse bronnen in de woestijn te benutten. Ze ontwikkelden een irrigatiesysteem geïnspireerd op Egyptische en Persische methoden. Dit stelde hen in staat om een succesvolle landbouwmaatschappij te creëren in een grote woestijn zonder te vertrouwen op een riviersysteem. Hun grootste stad, Garama, telde ongeveer 4000 inwoners met extra bewoners in omliggende buitenwijken. De achteruitgang en uitsterving van de Garamanten als een aparte beschaving zijn helaas niet goed gedocumenteerd. Echter de verspreiding van de islam en Arabische verovering van de regio in de 7e eeuw na Christus speelde waarschijnlijk een rol in assimilatie of verdrijving van de Garamanten.
Nummer 13. De Charrua waren een inheemse stam die het huidige Uruguay bewoonde. Ze stonden bekend om hun felle krijgerscultuur en hun verzet tegen de Europese kolonisatie. Deze stam werd echter geconfronteerd met een tragisch lot dat grotendeels culmineerde in een uitsterving tijdens het Salsipuedes bloedbad in 1831. Het Salsipuedes bloedbad was een genocide aanval uitgevoerd door het Uruguayse leger onder leiding van Fructuoso Rivera, de eerste president van Uruguay. Het vond plaats op 11 april 1831 op de oevers van de grote Salsipuedesbeek die naar het evenement is vernoemd. Volgens de officiële geschiedenisschrijving werden ongeveer 40 Charrua individuen gedood, werden 300 gevangen genomen en wisten een onzeker aantal te ontsnappen. De overlevenden werden gedwongen naar Montevideo, gemarcheerd en sommigen werden zelfs verkocht als slaven, waarbij enkele naar een menselijke dierentuin in Parijs werden gestuurd. Maar dit was niet de enige reden. De Charrua-bevolking had al een afname van het aantal ervaren voor de verwoestende gebeurtenissen van 1831. Factoren zoals ziekte, vermenging met andere groepen en een veranderende politieke en culturele situatie van de regio droegen ook bij aan hun achteruitgang. Nummer 12. De Acabo-stam was een van de 10 inheemse stammen van het Great Andamanese volk dat oorspronkelijk aan de westkust van het Noord-Andaman-eiland in de Indische Oceaan leefde. Deze stam sprak een kenmerkende taal genaamd Bo die nauw verwant was aan de andere talen van het Great Andamanese. Ze bestonden voornamelijk uit bosbewoners, bekend als Remtaka, met een kleiner aantal kustbewoners, bekend als Arioto. De Acabo-stam werd uitgestorven verklaard toen het laatste lid, Boa Senior, op 26 januari 2010 stierf. Haar dood liet slechts 52 overlevende Great Andamanese mensen ter wereld achter, geen van wie nog Bo sprak. De bevolking van de Great Andamanese is sterk afgenomen van een geschatte 5000 individuen die op de Andaman-eilanden leefden ten tijde van de aankomst van de Britten in 1858. Boa Senior bracht de laatste jaren van haar leven door zonder met iemand in haar moedertaal te kunnen praten en zelfs leden van intergerelateerde stammen konden het repertoire van Bo-liederen en verhalen die zij uitsprak niet begrijpen. Kun je je voorstellen dat je je hele leven leeft zonder dat iemand je taal spreekt? Nummer 11. De Timucua waren een inheems Amerikaanse stam die de noordoostkust van het huidige Florida bewoonde. Ze waren de eerste Amerikaanse inboorlingen die contact hadden met Europeanen, waarschijnlijk tijdens de expeditie van Juan Ponce de León in de 16e eeuw. De geschatte populatie van Timucua-sprekers was rond 1650 ongeveer 13.000, waarvan 8.000 Timucua zelf spraken en de rest verschillende verwante talen sprak. Deze taal, gesproken door het Timucua-volk, werd gecategoriseerd in Spaanse archieven en was de eerste inheemse taal die in de Verenigde Staten werd opgeschreven. Het werd ooit gesproken door de inheemse mensen die in Noordoost-Florida en Zuidoost-Georgia woonden. Echter, de taal wordt vandaag de dag niet meer gesproken. In het begin van de 18e eeuw werd het grondgebied van de Timucua binnengevallen door de Creek-Indianen en de Engelsen. Als gevolg van deze invallen stierven veel Timucua in gewapende conflicten of bezweken aan ziekten uit de oude wereld waar ze geen immuniteit tegen hadden. Tegen de 19e eeuw was de Timucua-stam uitgegroeid door oorlogen met Engelse kolonisten. Nummer 10. Een Mongoolse Oirat-stam die in de 17e en 18e eeuw het de Dzungar-kanate vormde en onderhield, waren historisch gezien een van de belangrijkste stammen van de 4 Oirat-confederatie. De term de Dzungar is afgeleid van de Mongoolse woorden Zingar, wat linkerhand betekent, en verwijst naar een positie als de linkerflank van het Mongoolse leger. Het de Dzungar-kanate was een confederatie van verschillende Tibetaans-Boeddhistische Oirat-Mongoolse stammen die ontstonden in het begin van de 17e eeuw. Ze stichtten een hoofdstad genaamd Kubaskarai en bouwden kloosters in hun hele territorium. De Dzungars beoefenden het boeddhisme en moedigden hun mensen aan om zich te vestigen, aan landbouw te doen en zich bezig te houden met kleinschalige productie. In het midden van de 18e eeuw lanceerde de Qing-dynastie van China een campagne om het Dzungar-kanate te veroveren. Qing-keizer Qianlong gaf de opdracht tot de genocide van de Dzungars als vergelding voor de rebellie tegen de Qing-heerschappij. De genocide vond plaats tussen 1755 en 1758 en resulteerde in de massale uitroeiing van het Dzungar-volk. Het geschatte dodental varieert van 70% tot 80% van de Dzungar-bevolking met doden als gevolg van ziekte en oorlogsvoering. Nummer 9.
De Vacaï, ook wel bekend als de Oude Slachters, waren een pre-Romeins-Keltisch volk dat de sedimentvlaktes van de centrale Douro-vallei bewoonde in Castilië en León in Spanje. Hun hoofdstad was Interstatia in Paredes de Nava. De Vacaïën waren waarschijnlijk van Keltische afkomst en waren gevierde vechters, waarbij hun naam mogelijk is afgeleid van het Keltische woord vacos, wat slachter betekent. Ze stonden bekend om hun vaardigheden in de strijd, gevechtskunst en woestheid bij het tegenhouden van een Romeinse verovering. Een opmerkelijke opstand vond plaats rond de 153 tot 151 voor Christus, geleid door een Vacaï-stamhoofd genaamd Carus. De Vacaï, bekend om hun bekwame cavalerie, lanceerden de guerrilla-aanvallen tegen Romeinse troepen, waarbij ze hun kennis van het lokale terrein in een voordeel gebruikten. Ze gebruikten hit-and-run-tactieken, vielen Romeinse bevoorradingslijnen en buitenposten aan, waardoor het voor de Romeinse leger moeilijk werd om controle te houden over de regio. De weerstand van de Vacaï was niet alleen militair, maar omvatte ook diplomatieke inspanningen om andere inheemse stammen tegen de Romeinse heerschappij te mobiliseren. Ondanks hun dappere inspanningen werden de Vacaï uiteindelijk onderworpen door de Romeinen. Nummer 8. De Calusa stond bekend als woest en oorlogszuchtig, wat opgemerkt werd door Europese ontdekkingsreizigers en kleinere stammen. Ze waren een inheems-Amerikaanse stam die de zuidwestkust van Florida bewoonde. Hun samenleving ontwikkelde zich vanuit de agrarische volkeren van de Everglades-regio. In eerdere inheemse culturen leefden al duizenden jaren in het gebied. De Caluso vertrouwden meer op de zee dan op landbouw voor hun levensonderhoud. Ze waren bedreven vissers en jagers en hun belangrijkste voedselbronnen waren visserij en jacht. De Caluso stonden ook bekend om hun dominantie en invloed over verschillende andere stammen in het gebied, inclusief stammen aan de oostkust van Florida, ondanks dat ze zich aan de zuidwestkant van de staat bevonden. Ze hadden ook complexe sociale en politieke organisatie, een drie-eenheid van besturende geesten en voerden uitgebreide rituelen uit, waaronder processies van gemaskerde priesters en gesynchroniseerd gezang door honderden jonge vrouwen. Helaas daalde de bevolking aanzienlijk als gevolg van ziekten die door Europese ontdekkingsreizigers werden meegebracht, oorlogsvoering en slavernij. Tegen de 18e eeuw hielden ze op om te bestaan als een onderscheidende cultuur. De Calusa waren een van de laatste inheemse Indiaanse samenlevingen in Florida die bezweken aan de gevolgen van de Europese invasie. Nummer 7. De Beothuks waren een inheems volk dat traditioneel het eiland Newfoundland in Canada bewoonde. Ze hadden hun eigen taal, het Beotucan, dat mogelijk verwant was aan het Algonquisch. Toen John Cabot hen in 1497 ontdekte, werd hun bevolking geschat op ongeveer 500 personen. De Beothuks werden blootgesteld aan Europese ziekten zoals tuberculose waar ze geen immuniteit tegen hadden. Naarmate de Europese nederzetting toenam, kregen de Beothuks geen toegang tot vitale hulpbronnen, met name die van de zee. Ze kregen ook te maken met concurrentie van Europese bondhandelaren die vertrouwd waren met het binnenland van Newfoundland. De Beothuks kwamen ook in conflict met andere inheemse groepen, zoals de Mi'kmaq-jagers uit Nova Scotia. Deze conflicten verzwakten de Beothuk-bevolking verder. Tegen het begin van de 19e eeuw waren de Beothuks gereduceerd tot een kleine vluchtelingenbevolking die langs het Exploits-riviersysteem leefde en worstelde om te overleven met beperkte middelen. De laatste bekende Beothuk-individuen, waaronder de Shanadidid, stierven in het begin van de 19e eeuw. De dood van de Shanadidid in 1829 markeerde de verklaring van de Beothuks als uitgestorven. Nummer 6. De Chachapoyas waren een oude Andenstam die leefde in de nevelwouden van de Amazone-regio in het huidige Peru. Ze werden beschreven als mensen met een blanke huid en blond haar, wat historici intrigeerde omdat er geen bekende Europese afkomst is in het gebied waar ze woonden. De beschaving van de Chachapoyas dateert van ongeveer 600 jaar voor het Inca-rijk en op hun hoogtepunt bedroeg een aantal ongeveer 500.000 met nederzettingen verspreid over de met nevelwoud bedekte bergen. Ze werden echter uiteindelijk veroverd door het Inca-rijk in het einde van de 15e eeuw. De Inca's ontmoetten hevige weerstand van de Chachapoyas die bekend stonden om hun krijgshaftige aard. Hun cultuur viel op door zijn kenmerkende sarcofagen in de vorm van lichamen en het monumentale fort van Quellap, vaak het Machu Picchu van het noorden genoemd. Het wordt echter aangenomen dat ze uiteindelijk werden geassimileerd in het Inca-rijk en hun eigen cultuur begon te vervagen. De regio van de Chachapoyas bleef onder Inca-controle tot de komst van de Spanjaarden in de 16e eeuw.
Nummer 5. De Karankawa waren een groep inheemse Amerikaanse stammen die langs de Golf van Mexico leefden in wat nu Texas is. Ze bewoonden het gebied van de Galveston Bay tot de Corpus Christi Bay en zo ver landinwaarts als het huidige Eagle Lake in het Colorado County. De Karankawa-bevolking werd geschat op ongeveer 400 mannen toen de Franse ontdekkingsreizigers Sieur de La Salle zich in 1685 vestigde bij de Matagorda Bay. Tegen de jaren 1820 was hun bevolking echter afgenomen tot ongeveer 500 als gevolg van ziekte, conflicten met andere indianengroepen en veranderingen in het milieu. Aanvallen van Anglo-Amerikanen en Tejanos dreven de Karankawa verder weg van de kust en dieper naar het zuiden in de Rio Grande-vallei. In 1858 richtte een Tejano-macht een bloedbad aan onder wat werd geloofd de laatste Karankawa's te zijn. Velen waren echter al naar het zuiden van Mexico verhuisd en hadden zich bij andere stammen aangesloten of waren gedwongen geassimileerd in de blanke samenleving. De Karankawa stonden bekend om hun uitstekende boogschietvaardigheden en hun bogen waren gemaakt van rood cederhout. Na contact te hebben gehad met Europeanen en metaal te hebben verkregen, werden hun bogen nog dodelijker. De pijlen waren ongeveer een meter lang, voorzien van staal en bevederd met wilde ganzenveren. Ze hadden ook een unieke taal die niet nauw verwant was aan de andere bekende talen in het gebied. Nummer 4. De Tasmaniërs waren de oorspronkelijke bewoners van Tasmanië, een eiland ten zuiden van het vasteland van Australië. Duizenden jaren voor de komst van Europese kolonisten hadden ze een rijke en unieke cultuur die anders was dan alles wat je ooit hebt gezien. De Tasmanische Aboriginal bevolking kende een ernstige afname na de Europese kolonisatie en het daaropvolgende conflict van de Zwarte Oorlog. Voor de Britse kolonisatie in 1803 werd de inheemse bevolking geschat tussen de 3000 en 10.000. Binnen drie decennia daalde hun aantal drastisch en tegen 1835 waren er nog slechts ongeveer 400 volbloed Tasmanische Aboriginals over, van wie de meeste gevangen zaten in kampen. De Zwarte Oorlog, gevoerd van het midden van de jaren 1820 tot 1832, was een periode van gewelddadig conflict tussen Britse kolonisten en Aboriginal Tasmaniërs. Het conflict, uitgevochten als een guerrillaoorlog, resulteerde in het verliezen aan beide zijden. Er wordt geschat dat tijdens deze periode tussen de 600 en 900 Aboriginals en meer dan 200 Britse kolonisten zijn omgekomen. De bijna vernietiging van de Tasmanische Aboriginal bevolking hebben debat aangewakkerd onder historici of het moet worden gedefinieerd als een daad van genocide. Nummer 3. De Canarseeën waren een groep Munsee-sprekende Lenape-mensen die het meest westelijke uiteinde van Long Island bewoonden, dat nu Brooklyn, New York is. Dit was toen de Nederlanders Nieuw-Amsterdam koloniseerden in de jaren 1620 en 1630. De Canarseeën worden gecrediteerd voor de verkoop van het eiland Manhattan aan de Nederlanders, hoewel ze alleen de lagere delen bezetten, met de rest als de seizoensgebonden jachtgronden van de Wekwa-scheek van de Wappinger-mensen in het noorden. In 1636 omhandelden de Nederlandse kolonisten met de Canarseeën-indianen en kochten grond van hen, waardoor de koloniale eigendom van het land werd bevestigd door akte uitgegeven door de gouverneur van Nieuw-Amsterdam. Ondanks contractuele voorwaarden die bedoeld waren om hun bescherming te garanderen, werden veel Canarseeën-indianen gedwongen tot Nederlandse dienbaarheid naast de Afrikaanse slaven, wat leidde tot vermenging tussen de twee groepen. Tegen het einde van de 17e eeuw waren de Canarseeën bijna verdwenen uit het gebied, hoewel één lid van de stam, Joel Skidmore, in de buurt bleef wonen tot zijn dood in 1907. De wijk Canarseeën, die een van de belangrijkste dorpen van de Canarseeënstam was, draagt nog steeds hun naam en is een van hun laatste nederzettingen. Nummer 2. De Noorse Groenlanders waren de middeleeuwse Noorse bevolking die nederzettingen stichtte aan de zuidwestkust van Groenland in de late 10e en begin 11e eeuw. Onder leiding van Erik de Rode, die wordt gecrediteerd met het stichten van de eerste Noorse nederzetting in Groenland, kwamen deze Noorse kolonisten uit IJsland en Noorwegen op zoek naar nieuwe landbouwgronden en handelsmogelijkheden. Hoewel ze traditioneel niet als een stam worden beschouwd, verdwenen deze nederzettingen onder mysterieuze omstandigheden in de 15e eeuw. Ze werden bijvoorbeeld geconfronteerd met externe bedreigingen, waaronder piraten overvallen. Duitse, Moorse en Engelse piraten overvielen IJsland meerdere keren in deze periode en er is bewijs dat de oostelijke nederzetting in Groenland een piratenoverval onderging in 1418. Het einde van de Noorse nederzetting in Groenland is niet helemaal duidelijk, maar er zijn aanwijzingen van een geleidelijke achteruitgang.
Grafplaatsen in de oostelijke nederzetting tonen bijvoorbeeld een afname van het aantal vrouwen van vruchtbare leeftijd die in de 15e eeuw zijn begraven. Dit suggereert dat veel vrouwen mogelijk zijn overleden tijdens de bevalling of zijn geëmigreerd naar IJsland of Noorwegen, wat leidde tot een afname van de bevolking. Nummer 1. De Hadendoa worden soms aangeduid als de leeuwenclan of kinderen van de leeuwin. Ze waren een nomadische stam van Afrikanen van Hamitische oorsprong die het oostelijke deel van Soedan bewonen, zich uitstrekkend van de Abyssijnse grens naar het noorden bijna tot aan Suakin. Historisch gezien waren de Hadendoa deel van een Bea-etnische groep, een grotere nomadische veelteeltgemeenschap verspreid over de Rode Zeeheuvels en de oostelijke woestijnen van Soedan en Eritrea. Ze stonden bekend om hun veerkracht en verzet tegen externe krachten, waaronder verschillende pogingen tot verovering en kolonisatie. De Hadendoa werden berucht in de 19e eeuw tijdens de Mahdistische oorlog, een opstand tegen het Anglo-Egyptische bewind geleid door de zelfbenoemde Mahdi Muhammad Ahmad. Veel Hadendoa-krijgers sloten zich aan bij de Mahdistische troepen en speelden een belangrijke rol in het conflict, waarbij ze guerrilla-technieken gebruikten en veel verzet boden tegen Britse en Egyptische troepen. Ze vochten tegen de Britten in veldslagen zoals de slag bij Tamai in 1884 en de slag bij Tofrek in 1885, waarbij ze een reputatie verwierven voor hun moed. Zou jij deel hebben willen uitmaken van een deze stammen? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.